Goedemorgen allemaal. Allereerst jury, hartelijk dank voor de uitnodiging. Wij zijn erg trots op deze case, dus we vinden het hartstikke leuk om hem te presenteren aan jullie en aan het publiek. Allereerst misschien even een intro. KLM en Space, wellicht een vreemde combinatie. Wij hebben een partnership afgesloten met Space Expedition Corporation, een bedrijf dat commerciële ruimtevaart organiseert. En waarom? Omdat wij er heilig van overtuigd zijn dat de huidige manier van luchtvaart op lange termijn niet houdbaar is. Dus dat er een vorm van ruimtevaart zich gaat mengen in de luchtvaart. Nou ja, en vanuit onze innovatieve genen willen wij daar absoluut aan het begin bij zijn. Vanuit dat partnership hebben wij 5 tickets gekocht. En die tickets die kunnen we op onze eigen manieren wegzetten. En een van die tickets hebben we dus weggezet in deze campagne. In de briefing hebben wij gevraagd aan het bureau om voor te borduren allereerst op successen uit vorige campagnes. En wat wij merkten dat heel goed werkt is een combinatie tussen de reële wereld, dus iets wat echt gebeurt, met de link met de virtuele wereld, dus doortrekken in een online omgeving. En daarnaast was een van de belangrijke doelstellingen om met beperkte middelen toch een enorm bereik te genereren. Nou, dat was de basis. En vanaf daar neemt Bram over. Hi. Nou ja, wat belangrijk was voor ons is het feit dat er maar één winnaar fysiek de ruimte in kon. En dat dus de beleving van ruimtevaart misschien wel beperkt zou blijven tot één persoon. En daarom vonden we dat de manier om die ticket te winnen eigenlijk al een soort ruimtevaartbeleving op zichzelf moest zijn. En daar leenden de digitale middelen zich heel erg goed voor. Dus de virtuele wereld die wij bedacht hebben bij het spel om de kaart te winnen, die was daardoor voor ons heel belangrijk om heel indrukwekkend en ruimteachtig te maken in en ook nog eens een keer bereikbaar voor mensen in 8 kernmarkten, dus eigenlijk een wereldwijd publiek. Nou, we zijn begonnen met het seeden van het spel, bekendmaken van het spel. Je kon zelfs voor intekenen voordat het begon. Je moet je voorstellen dat de campagne 12 dagen liep. Het seeden hebben we gedaan op allerlei blogs, reisblogs, maar ook blogs waar ruimtevaart geïnteresseerden zich bewogen. Dus daar waren natuurlijk mensen al snel geïnteresseerd, maar ook veel breder dan dat nog. En al snel werd het opgepikt. We hebben ook op de KLM fanbase, die behoorlijk groot is op Facebook, hebben we ingezet met allerlei leuke berichten en grappige plaatjes die snel gedeeld werden en waarvanuit je weer op het spel terecht kan komen. We hebben ook eigen kanalen van KLM behalve Facebook ingezet, zoals iFly Magazine, waar de trouwe KLM vliegers ook geïnteresseerd raakten in het spel. En we hebben een trailer gemaakt van het spel, die eigenlijk als een soort filmtrailer werkte en die aan het eind een hele duidelijke call to action had om naar het spel te komen, wat weer een campagnesite was waar dat plaatsvond. Die trailer die haalde 3 miljoen views in 10 dagen, dus dat was meteen een grote hit en nodigde heel sterk uit. En wat er toen gebeurde is dat mensen op een virtuele ruimtereis kwamen, nog voordat de echte ruimtereis begonnen was. We hadden namelijk bedacht dat we een weerballon de ruimte in zouden sturen. Dat was voor ons de meest betrouwbare manier om zo hoog mogelijk in de atmosfeer te komen en om mensen te laten raden waar die ballon zijn hoogste punt zou bereiken. En we hebben een virtuele wereld gebouwd waarin je een plek in de ruimte kon claimen waar jij dacht dat die ballon zou stoppen. Nou, dat begrip is best wel abstract, dus hebben we een interactieve demofilm gemaakt die al heel erg mooi en indrukwekkend was en voelde als een echte ruimtereis met een voice-over en spectaculaire muziek, allerlei effecten, visuele motion graphics van hele hoge kwaliteit en daarnaast infographics, zodat je ook dingen kon leren over de reis van die ballon, hoe die beïnvloed werd op zijn reis door wind en temperatuur, ga zo maar door. Dat hielp je allemaal in je voorspelling en je kwam automatisch vanuit die film in je voorspelling terecht. Dat zie je rechts, de 2 laatste plaatjes, daar kun je je hoogte en breedtegraad kiezen, zodat je je plek had. En wat de campagne verder een ontzettend grote virale boost gaf, is het feit dat we een deelbaarheid in hadden gebouwd die heel makkelijk was en die de kans op winnen vergrootte. Want als jij je plek in de ruimte deelde met vrienden en zij steunden jou, ze hoefden je alleen maar te steunen, dan groeide jouw plek. Nog 1 minuut. En als je plek gegroeid was, dan kreeg jij meer kans, maar degene die je uitgenodigd had, die kon ook beginnen met een grotere kans. Dat ging als volgt in zijn werk. Je zette een post bijvoorbeeld op iemands Facebookpage of timeline en dan kwam je terug en dan zag je dat je plek gegroeid was. Uiteindelijk knapte de ballon natuurlijk in het echt. Daarmee werd de winnaar die ruimte had geclaimd bekendgemaakt. Voor ons was dat echter niet het einde van de campagne. Want wat had hij daar gedaan tijdens de campagne? Een vrijwillige opt-in gevraagd. Waardoor we mensen vanuit de e-mailadressen in onze lifecycle konden plaatsen. En waardoor we uiteindelijk die
nieuwe klanten hebben kunnen trekken en die uiteindelijk tot een 7% ticketconversie additioneel hebben geleid bovenop de campagnedoelstellingen zoals die hier vermeld staan. Nou, verder hebben we wel ook nog een brandtracking gedaan. Dus we hebben ook een 0 en 1 meting gedaan waaruit prachtige resultaten naar voren zijn gekomen. Zo is onze brand awareness gestegen met 3% in onze grote focusmarkt. Dankjewel. Ja, helaas, je tijd is om. Ja, we hebben tijd over. Hard. Ik denk jury. Iemand een vraag? Nee, ik kijk even om me heen. Wij vonden het allemaal een mooie case, dus vandaar ook de nominatie. En vooraf hadden we al geen vragen. En ik geloof niet dat deze presentatie heeft geleid tot nieuwe inzichten waardoor we vragen hebben. Dus dankjewel. Ja, dankjewel voor de... Was er nog een stukje van de presentatie die nog moet staan, waar de jury precies, nog wat aan heeft? Precies, ik kan hem ook afmaken. Ja. Of hadden jullie echt de laatste slide? Dit is wel de laatste slide. Additionele informatie dit, die ik op dit was de laatste slide. Kijk. Okay. Nee, we hebben in deze campagne zoveel materiaal gegenereerd wat we niet allemaal hebben kunnen delen, omdat het gewoon te veel was. Ja. Maar allemaal was het leuk, dus het is constant kiezen geweest. En hier hebben we geprobeerd voor jullie zoveel mogelijk de online campagne in kaart te brengen die tot die hele hoge deelname aan het spel en bekendheid heeft geleid. En niet zozeer gefocust op het design zelf en zeg maar het live event, wat ook heel spectaculair was. Dankjewel. Ja, dankjewel.